Hoe vond je het dat we langs zijn gekomen? Ik zal blij zijn als Curry gaat. Nou, wij zijn aangekomen bij Robbie en Chantal van Dijk in Odilia. Veel. Ja? Dat is de eerste. Nou, we zijn aangekomen in Odilia Peel bij Robbie en Chantal van Dijk. En kunnen jullie wat vertellen over jullie bedrijf? Ja, welkom in ieder geval. Mooie zaai. Welkom. We hebben een gemengd bedrijf eigenlijk. Tuigpaarden, hackneys, rijpaarden. Aangespannen en onder het zadel. Keuringsklaar maken van merries, hengsten. In alle disciplines en eigenlijk in alle rassen. Als het maar goed is. Oké, okay, nou mooi. Ja. Robbie, wil je nog wat toelichten? Ja, ik kan er nog weinig aan toelichten. Dit is onze buitenbak, daar rijden wij in. Onder het zadel en aangespannen. Nou, naar hier de stal. We hebben 3 jaar geleden nieuw gebouwd. Helemaal nieuw. We hebben 15 boksen. Suzanne Romeri van de Otter. Kampioen van Gelderland, 3-jarige. Dus die gaat naar de NMK. Die, ja, Mary die eigenlijk heel veel allure en alles heeft. Het is Jaantje van Gebroeders de Otter. Mary die we rijden in de competitie. En op de andere limietklassen en fokmerrie rubrieken. Mary die het op het moment eigenlijk heel erg goed doet. Die de laatste paar keer eigenlijk ook gewonnen heeft. En daar eigenlijk alles wel samenkomt. In training en met rijden en zo, dus die... We zitten vlak bij het vliegveld. Maar we zitten vlak bij het vliegveld, dus nou gaan we heel hard praten. Dit is Ilanda van Figo van Beest. De Ebert Merrie, kampioen van Nederland vorig jaar bij de Elite Merries. Die van Henny Vermanen en van Figo van Beest. Die rijden ook op de nationale en landelijke wedstrijden. Kampioen van Gelderland geworden overal, dus die... mag zich gewoon verdedigen op de tuigperdendag op de nationale. En hopelijk gussen dan ook weer zo, want dat was heel goed. Het is Jolas, een 4-jarige ruin van onszelf. Die hebben ook zelf gefokt. Een Desperado uit de NMK Elite Sportmerrie van Valdez Good Times. 4 jaar, 1,75. Morgen moet hij de Pavo lopen. Dus laten we hopen dat hij dan goed is. Kiki is zijn spullen al in orde maken. Die rijdt hem. Kiki die is sinds 1 juni trouwens bij ons in dienst. 40 uur, dus die is onze eerste, tevens laatste, onze eerste slaaf. Stalruiter. Onze slaaf. Onze slaaf. Netjes doen, hè? Dank je wel. Amen. Van de familie Mom uit Huissen. Een hackney die ik in de competitie gereden heb. Ja, eigenlijk nog rijden, maar die is afgelopen zondag is de finale geweest. Okay. Dus daar zijn we op het uiteinde tweede in geworden. Okay. En ook het maatje van iedereen. Dus die is ook mee naar de keuringen geweest met de merries. Deze merrie mag ook naar het NMK bij de rijperden. Dit is een... De Niro. Dit is een De Niro, mal Rhodium, mal Fleming, mal Good Times. En dat is van de Fokker. Ja, hij ligt altijd heel erg op zijn kop in stal, dus ik heb hem vlug even afpoetsen. Die de overgrootmoeder, de Good Times, weer kampioen van Brabant bij ons in 2003. Daaruit kwam een Fleming en die heeft deze man die deze gefokt heeft gekocht. Dan mochten we ook mee naar de nationale toen die 3 was. Daaruit heeft hij een Rhodium gefokt, die mocht naar de kampioenskeuring van Brabant. En daaruit heeft hij deze weer gefokt, een De Niro. En die is afgelopen zaterdag 9e geworden van Brabant en die mag ook naar de nationale. Dus dat is op zich wel heel, heel leuk. Ja. Komt overigens uit dezelfde stam als de Desperado Jolas van ons. Dus dat is wel, 4e generatie is wel heel leuk. Valdi Havidov met een veulentje van Jus Wimpoff. Dit is een 19-jarige cocktail Armor Mary inmiddels. Die is Prix St. George in dressuur, ZZ mannen en 4 spannen is ook gelopen. Ja. En dit is eigenlijk wel zo'n, daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Geniaal cocktail Armor.
Die hebben we ook samen met de familie Mom. Het zou ook wel eens iets anders kunnen zijn als je zit, hè? Alle gingen bouwen, wilden we per se de voerbakken, dat we die eruit konden draaien. Ten eerste dat ze kunnen eten, maar als wij naar het concours gaan of zo en iemand anders moeten ze een keer voeren, dan hoefde maar de bakken nadat ze gegeten hebben weer te vullen en iemand anders draait ze s'avonds om. Dit is onze wasplaats. Ja, we hebben natuurlijk allerlei jonge paarden natuurlijk krijgen we binnen en het ging niet altijd even makkelijk natuurlijk, dus we moeten ze wel eens ooit op een aparte manier vastzetten. Dit lijkt ons de mooiste manier om vast te zetten. Met afspuiten, ja, ze slaan nu niet tegen uw klep aan, zeg maar, als het ware. Als je nou jonge paarden hebt die, die niet makkelijk vast willen gaan staan of het kopstel aan krijgen, dan krijgen ze een stierenband. Die doen we aan dit touw bevestigen. Mochten ze dan ooit trekken, kunnen we hem altijd hier weer losklikken. Dus dan is zonder dat we bij in de buurt hoeven te komen. Want bij ons hebben we expres alles een beetje in de terug uitgehouden. Ze kunnen niet de gangpad in kijken, dus ze hebben gewoon aandacht op jou en niet... En dan ook weer alles met veiligheids... Die hebben we gewoon van de marathontuig gebruikt, want daar werkt het mooiste. Die zijn eigenlijk het fijnste. Die gaan nooit los of je moet het zelf vullen. Dus die, en die trekken ze ook niet kapot. We hebben de wasplek heel kort bij onze logeerruimte zitten, omdat we hier meestal de jonge paarden het zoutje opleggen. En dan willen we eigenlijk wel zo vlug mogelijk het kortste stukje afleggen, dat we vlug zat in de bak liggen. Ja, dat is wel ondertiteling. Het is niet meer te verstaan. Ik sta met een logeerlijn en ik ben zo vlug mogelijk hier binnen. Oh, ja, wacht. En dan zeg ik tegen Stal, doe even vlug, al het hekwerk dicht. Nou, als ik binnen ben, dat er niks meer gebeurt. De gang is natuurlijk tegenover de wasplek, dus als we daar de eerste keer het zout op doen, toen zeiden we toen we aan het bouwen waren nog, zeg nou eens tegen Robbie, gehaaid dat er dadelijk een keer eentje die gang in gaat, hè? Ik zeg, dan hebben we wel een heel groot probleem. Dus die jongens waren toen nog aan het bouwen hier, ik zeg, doe hier ook maar een deur in. Nou, dit is onze longeerbak dus, onze binnenbak. We kunnen hier alle paarden eigenlijk heel makkelijk beleren. Paarden die bij ons komen, die wel uit zijn longeerbak komen worden, die rond is. Had ook heel vaak dat die de bocht inlopen en dan weer de hoek in. En dus ik wil dat zelf bepalen. Dat is ons huis, daar wonen we. Het zwembad komt nog, dat komt achter het huis. Oh, dan komen we nog een keer langs. Ja, met die tropische temperaturen, dan mag dat wel. Dit is de kantine. Het is eigenlijk meer, het is nog een mooiere keuken dat we in ons eigen huis hebben, maar ja goed. Manon staat er ook, die is altijd braaf hoor. Oh, die is, ja. Ja, die is zo braaf dat pet. Dat is eigenlijk het fijnste pet waar we op stal hebben. Nou, dit is het appartement boven. Voor klanten of mensen die een nacht overblijven. En de airco van, hoe heet die? En de airco van Brian Franken. Ja, Brian Franken is hoofdsponsor hier. En als we ruzie hebben, ga ik hier nooit liggen. Maar je kunt de stal zien. Door die deur kun je ook wel naar buiten kijken. Ja, we hebben dat, ja. En we hebben de camera's op alles staan eigenlijk. Ja, nou zie je net, ik heb net omgezet. Dat zijn Brabanders, die vertrouwen niemand. Hè? Jasper van Manen, die heeft zich even bij ons toegevoegd. En Robbie rijdt ook een aantal hengsten voor de gebroeders van Manen. Hoe doen jullie dat door de week? Ik rij één keer in de week, meestal één keer in de week naar Jan toe, zeg maar. En dan trainen we de hengsten die dan getraind moeten worden. De rest van de week traint mijn compagnon hem. Kijk, en wat doe je dan met hengsten, Jasper? Nou, ik probeer ze fit te houden met longeren. En is dat goed te combineren, ook met de wedstrijden? Ja, wij zitten best wel op één lijn. Kijk, als ik voel dat per links of rechts iets vast zit, dan zeg ik dan wel tegen Jasper van... God, longeert hem een pogatje of schild. En dan hoop ik dat de volgende wedstrijd goed kunt. Nou, we hebben Cisandro ingespannen, Robbie. Ja. Wat vind je belangrijk in de training bij Cisandro? Wat ik belangrijk vind, dat hij eigenlijk thuis rustig en ontspannen is, in ieder geval in de training. Lekker door het lichaam loopt. Kijk, op concours bouwen ze natuurlijk een andere spanning op. Er zijn meerdere paarden, zeker hengsten, die hebben dan
toch een bepaalde spanning over zich. Dan proberen we thuis echt wel veel in de ontspanning te werken. Dan hebben we die ontspanning ook nog wel een beetje terug kunnen halen op het concours, zeg maar. Dus we rijden hem eigenlijk, ja, eigenlijk best wel verwaarts, neerwaarts, zeg maar. En dan treden we eigenlijk niet echt op het front, want dan heeft hij eigenlijk van zijn eigen van nature eigenlijk heel veel. Dus daar kunnen we... Trainen eigenlijk voor de plossigheid. En trainen mist op plossigheid, dat hij links en rechts, zeg maar, net als een manpert eigenlijk... Ja, kijk hoe het inbuigt en alles, dat hij gewoon super los is. Ja, en zijn mentaliteit, ja, die heeft hij op concours, dat hij altijd goed vooruit wil. Dus daar hoeven we eigenlijk weinig op te trainen. Nou rijden we heel relaxed, maar als ik in de mum van tijd heb ik hem van... Dat hij meteen in een actievolle draf begint te lopen, zeg maar. Wat vinden jullie mooi aan Sisandro? Nou, zijn mentaliteit. Uitstraling. Zijn mentaliteit die hij ook echt wel deur geeft aan de kinderen. Hij heeft een bepaalde persoonlijkheid die hij over zijn eigen heeft. En een uitstraling die denk ik Sisandro heel bijzonder maakt. Sisandro, Ebert en Fantijn, dat zijn eigenlijk wel drie paarden die allemaal wel een beetje hetzelfde lopen, een beetje qua show. Ja. Daar trainen jullie ook op, zo? Ja, ja, zoals je nou met Sisandro ook hebt kunnen zien. Ik denk dat wij veel trainen dat ze het achterbeen erachteronder hebben en dat ze vanuit het zitbeen lopen, de schoft bijna naar achteren brengen en omhoog, zodat het voorbeen verder schoft kan blijven. Ik vind het belangrijk dat een paard eigenlijk echt gezitten en op een natuurlijke manier zijn eigen vrij en blij maakt hem dan op te kunnen stijgen en het dan in die stijgende lijn constant te laten presteren. Ja, dat is natuurlijk wel heel zwaar, maar... En hoe train je daar, hoe trainen jullie daar het meest op? Heel veel op eigen benen, zodat de hulp vanuit de hand van ons, dat er eigenlijk een soort van hulpmiddel is om een onleuningspunt te krijgen van ja, daar moet ik zijn. Maar hij moet, hoe meer dan Pert zelf de verdeling van 60-40%, zoals iedereen zo mooi zegt, naar het achterbeen brengt, ja, dat trainen wij eigenlijk wel heel hard op om daar vanuit nature een Pert aan te leren. Want als ze daar zelf in de gaten hebben, trekken ze een kar eigenlijk ook veel makkelijker. Want als je vanuit het achterbeen trekt, dan trekt hij niet vanuit de borst. En dan trekt hij vanuit zijn buikspieren. Dus het trainen op buikspieren doen wij heel veel met het bijzetten. Maar ook met het raaien. En daar zit de ontspanning over de rug. Maar dan weer de ontspanning vanuit die ontspanning weer naar voren te gaan. En daaruit te zeggen van ja, op het achterbeen en hup schakelen. Dat kan een 4-jarig paard natuurlijk nooit zo goed als een 8, 9 of 10-jarige. Maar hoe vaker denk je dat je die training naar voren komt. En hoe meer dat ze dat snappen. Dan wordt zijn pers zo sterk dat hij dat gewoon eigenlijk zelf kan. Zodat het eigenlijk bij Robbie lijkt van ja, dat kan iedereen wel doen. Ja, ja. Ja, mooi. Dat heb ik goed uitgelitst al. Ik heb niks hoeven te zeggen. Ik kom weer mooi vanaf. Ja, ik kom weer mooi vanaf. Geen straaien. Er wordt niet gestreden vandaag. Ik geef jou gelijk. Nou, dan is het al super bedankt dat we bij jullie mochten komen vloggen. Ja, hartstikke leuk en heel gezellig. En we gaan nog even lekker genieten van de maaltijd die Chantal heeft gemaakt voor ons. En doe zeker een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Met je duim maar op. Duim omhoog. Matthijs. Yo. Hoe vond je het dat we langs zijn gekomen? Ik zal blij zijn als ik jullie gehad.